De Mautinie Foundation uit Nijmegen is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. Een prijs die wordt uitgereikt door Stichting Eén Land, Eén Samenleving. De prijs gaat naar organisaties of stichtingen die zich hebben ingezet voor interculturele verdraagzaamheid. In totaal zijn er 12 genomineerden, 1 uit elke provincie, die deze prijs in de wacht willen slepen. Ja, wij vinden het echt een hele eer dat we genomineerd zijn. Het is super fijn om erkenning te krijgen waar wij ons eigenlijk zo sterk voor zetten. En we denken ook dat het daarnaast een hele mooie kans is voor eigenlijk nog meer naamsbekendheid. Om Mautinie nog meer op de kaart te kunnen zetten. En ik denk dat wij genomineerd zijn omdat onze visie eigenlijk in lijn staat met één land, één samenleving. Zij zeggen namelijk dat het samenleven, ruimte en begrip vraagt eigenlijk voor elkaars achtergrond. En ook waardering voor ieders toegevoegde waarde. En dat is eigenlijk waar wij zelf eigenlijk ook voor staan. Wij denken namelijk dat door middel van samen eten, samen dansen, samen sporten, gewoon samen dingen doen, dat je daar echt wel verbondenheid mee kan creëren. We zijn en we delen op dat moment. Dus we zijn eigenlijk meer gelijk. En ik denk dat je daarmee minder focus op de verschillen, maar meer op de overeenkomsten met elkaar. En in die staat kun je eigenlijk ook meer openstaan voor de verschillen tussen elkaar. Fysiek campagne voeren gaat in deze tijd niet zo makkelijk, maar daar zijn gelukkig genoeg alternatieven voor te verzinnen. Wij zouden heel actief campagne willen voeren natuurlijk door een mooi evenement op te zetten. Maar goed, we weten dat het met de maatregelen nu niet mogelijk is. Dus ik vrees dat we het toch moeten houden bij media, Facebook, via ons netwerk. En we hopen dat we daarmee toch de nodige stemmen voor ons kunnen winnen. De winnaar van de Ambassade van Verdraagzaamheidprijs ontvangt 1000 euro te besteden aan een activiteit die verdraagzaamheid bevordert. We willen, als het weer mogelijk is, eigenlijk een heel mooi evenement organiseren voor Nijmegen en omgeving. En dan meer het verschillende podia, dansen, optredens, muziek, lekker eten en dat dan gewoon een mooie multiculturele middag. Vanaf 13 september kan er gestemd worden. De uitreiking van de prijs zal halverwege november in Amsterdam plaatsvinden.